moeten echt iets gaan bedenken voor Abby. Ik heb het! Spookhuis te huur voor griezelfeesten. Een echt vampierhuis. Eindelijk word ik beroemd als Abby de vampierkiller. Als de klok 12 slaat, gaat het griezelen beginnen. Goedenavond, we zijn vanavond bij de première van het Huis Anubis. Dit is een film gemaakt van een kinderserie. Nou, dat heeft natuurlijk eigenlijk weinig te doen met ons. Maar we vonden het toch wel heel even leuk om te laten zien. Want Sebastian Labrie loopt er rond. Nou, die kennen we allemaal nog wel uit Goede Tijden, Slechte Tijden en uit zijn stoere series. Ja, jullie kunnen hem net niet zien, dat is jammer. Maar we gaan eventjes kijken of we hem toch nog op beeld kunnen pakken. En dit zijn ze dan. Dit is de cast van het Huis Anubis. Nou, ze zien er allemaal prachtig uit. Ik zie een zwarte jurk, helemaal zoals het is, asymmetrisch. Daarnaast een gouden jurk, is natuurlijk ook helemaal mooi met de feestdagen. Ik zie rood, ik zie vooral heel veel zwart. Het rode jurkje staat er prachtig. Echt heel erg mooi. Hier zien we Gooise vrouwen, acteur Daniel Bosseva. Met zijn dochter zo te zien. Nou, iedereen heeft er onwijs veel zin in. Dat staat vast. Ja. Hou je van rode loper premières? Nou, op zich ben ik er niet zo wijs van. Als het een leuke film is, natuurlijk altijd leuk. En als het allemaal ook leuk georganiseerd is, altijd leuk. Is het een hoop opflufferij met niks omheen, dan vind ik er niet zo van. Maar zoals nu ben ik hier met mijn nichtjes, die vinden het te gek, dus altijd leuk. Je bent hier nu voor je nichtjes, maar welke films vind je zelf het leukst? Ik ben wat dat betreft vrij breed hoor, maar als ik naar de bioscoop ga, dan mag het voor mij wel een spektakel zijn. Dus dan hoeft het ook op zich niet zo waanzinnig diepgaand te zijn, maar ik ga op zich niet zo mega vaak naar premières, omdat ik het ook heel vaak dat tegenval. Maar ik hou van een goed verhaal. Met actie. Nou, actie is wel spectaculair als je het op een groot scherm ziet, toch? Ja. Dus dan vind ik dat wel een leuke combi, zie. Okay. Nou, geniet maar erg veel van de film. Nou, ga ik doen, man. En hoe is het? Woe! Bedankt. Waar zoeken we eigenlijk naar? Achter je. Let's go! Dit wordt echt het allermooiste Appjesverjaardagsfeest ever! Anubis en de wraak van Argus. Vanaf 16 december in de bioscoop. Als mijn haar begint te pluizen, dan is het... Dan zwaait er wat, oké? Nou, dit was dan de première van het Huis Anubis. Het was een mooie avond. We hebben veel sterren gezien. Veel mooie kleding. En ze hadden allemaal zin in de films. Natuurlijk ook fijn. Nu gaan we heerlijk naar huis. Een kop warme chocolademelk drinken. Want het is echt heel erg koud. We zien jullie graag nog een keertje op de website. Tot ziens!